ben Paula Komen. Ik run samen met mijn man Kees Komen onze boerderij. We hebben 150 melkkoeien en 200 stuks vee. Onze koeien staan na de bewijdingsperiode weer op stal. We melken sinds oktober vorig jaar met de robots en dat gaat super. Wij kijken naar de gezondheid van de koe en zo gaan wij onze koeien voeren. Zo bepalen we het rantsoen. Vind je het ook belangrijk dat onze koeien genoeg zout binnenkrijgen en daarom vullen we het aan met de likstenen van KNZ. Wij gebruiken geen zout of mineralen door de mengwagen heen, omdat wij het idee hebben dat dan alle koeien het krijgen. En we hebben liever de koe die het nodig heeft, die kan het nu pakken via de likstenen. Wij gebruiken de likstenen van KNZ gewoon op het voer, zodat de koe het zelf kan pakken. Dat vinden wij het handigste systeem. We gebruiken de likstenen het hele jaar door. En als het heel erg warm is, dan leggen we wat extra likstenen neer, zodat de koe voldoende zout tot zich kan nemen. We hebben goede ervaringen met de likstenen van KNZ. Ze blijven mooi hard, ze vallen niet uit elkaar. We leggen ze voor het voerrek en de koe doet de rest.